Goedemorgen allemaal. Uh, er waren enkele problemen vooraf met de persoonlijke link. Niet iedereen heeft deze gevoel ontvangen. Uh, onze excuses daarvoor, maar ik hoop dat iedereen toch aanwezig is ondertussen. Uh, want het wordt een mooie dag omwille van twee redenen. Het wordt heerlijk mooi weer buiten, en een nieuwe masterclass uh, die gaat nu van start. Uh, zodat jullie straks ook nog van het mooie weer verder kunnen genieten. Dus uh, laten we er maar snel aan beginnen. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten op deze voorlopig laatste masterclass van dit voorjaar. En voor wie deze masterclass nog niet eerder heeft gevolgd, stel ik me graag nog even kort voor. Mijn naam is uh, Wout van Gils en ik ben jullie host voor vandaag. Ik werk sinds een zevental jaar voor Printdeal en sinds meer dan een jaar ben ik uh, verantwoordelijk voor de marketing en organiseer ik met heel veel plezier de masterclasses voor jullie. Het is de laatste masterclass, maar daarom niet de minste, want jullie krijgen dadelijk pro-tips voor Adobe voorgeschoteld. Uit de doos van onze enige echte Adobe Certified Expert, Michael van Talent Academy. Hij weet ons elke sessie opnieuw te boeien. En deze keer zullen het vooral tips zijn van de master zelf, hoe je meer uit je opwerp kan halen. Uh, maar voor ik het woord aan Michael geef, uh, moet ik nog enkele boodschappen van algemeen nut uh, meegeven. Dus als het goed is dat iedereen op mute. Als het dan niet het geval is, iedereen dat dan even zelf te doen. Zijn er vragen? Die zijn zeker welkom. Die kunnen in de chat gesteld worden. Um, Michael die zal die vragen zo goed mogelijk live proberen te beantwoorden tijdens de sessie. Is de kans er niet op het moment om je vraag te beantwoorden, dan voorzien we ook nog een QA voor de pauze en net voor het einde van de sessie. En ook zal je normaal gezien nu in de chat de werkbestanden vinden. Ik zal ze nog eens even delen, want ik weet niet wat iedereen die al heeft gezien. Um, die kan je gebruiken om live mee te doen. Um, maar als je ook, ook later kan je met de werkbestanden aan de slag en voor nu alles aandachtig volgen, want alles wordt ook opgenomen en jullie krijgen morgen de opname samen met de werkbestanden toegestuurd per mail. Uh, de sessie zelf die is opgesplitst in twee delen, met uh, half uur een korte pauze voorzien van vijf minuutjes. dat is rond uh, tien voor elf. En, uh, dus er zijn ook vragen, uh, een vragenmomentje voorzien uh, als jullie vragen hebben. Ik ga jullie niet langer in spanning houden en laat ons meteen aan start gaan, Michel. Nog even mute, unmute en. Voilà, voila. <laughs> Goed, merci Wout. Um, Goedemorgen iedereen. En um, inderdaad, uh, welkom in de laatste sessie uh, voorlopig van PrintDeal, uh, waarin dat ik inderdaad mijn trucendoos een keer helemaal ga opentrekken en um, jullie proberen van zoveel mogelijk zaken te laten zien dat ik doorheen de jaren uh, eigenlijk aan mijn repertoire van werken in Adobe-apps heb toegevoegd. Um, ik werk al. Heel wat jaren in uh, InDesign, Photoshop Illustrator. Ik denk dat dat nu toch gemakkelijk 16, 17 jaar zal zijn. Um, in mijn sessie tracht ik sowieso voor, voor ja, mensen die er nog maar recentelijk mee werken, zowel als mensen die er al heel lang mee werken, toch wel wat nuttige tips mee te geven. Um, de link staat gepost met de werkbestanden. Dus als je wilt meevolgen, um, doe dat gerust. Het kan zijn dat ik wel redelijk snel ga gaan op bepaalde momenten. En er gaan ook wat dingen aan bod komen die misschien ongewoon zijn voor u of dat je nog nooit gezien hebt. Maar geen zorgen, je kunt inderdaad de sessie nadien herbekijken. En dan rustig op eigen tempo dat proberen te recreëren of opnieuw mee te doen. Goed, ik ga eventjes met jullie kijken naar de bestanden die aangeleverd zijn of de zip-file. Ik ga even gaan kijken wat dat daarin zit. En ik ga mijn screen share uiteraard opstarten. Zodat jullie dat ook kunnen zien. Goed, iedereen die zo normaal gezien mijn scherm moeten kunnen zien. Voilà. Goed. Ik ga beginnen vanuit uh, de Mac Finder of de Windows-verkenner voor de PC-gebruikers die deelnemen. Um, maar ik ga zo dadelijk naar uh, de Finder op steroïden overschakelen um, om de files eventjes anders te gaan bekijken. Dus wat we hier hebben, is de map PrintDeal ProTips. Ik heb die opgedeeld in uh, wat voor mij althans een standaard projectfolderstructuur is. Dat is al direct een klein tipje dat ik graag meegeef. Um, ik werk ook in een grafisch bureau waar dat wij met maar liefst 36 grafici moeten samenwerken. Orde en netheid is daarbij wel uh, zeer belangrijk. Uh, wij hebben al jaar en dag op onze eigen server een vaste uh, indeling of structuur voor projectmappen. Um, en die ziet er als volgt uit. Dat is input, layout, output. Um, we weten dat wij voor al onze projecten vaak heel wat stof aangeleverd krijgen. Beeldmateriaal, kopie, dingen die we verzamelen op het internet. Wel, ik dump dat eigenlijk. Um, in mijn bijberoep noem ik dat mijn dumpmap eigenlijk. Maar uh, hier op het werk noemen wij dat de inputmap. Map. dat is waar dat alles verzameld wordt qua input dus daar werken wij vaak ook nog uh, op datum met submappen um, dus maar hier is dat gewoon rechtstreeks in de input al de dingen die ik aangeleverd heb uh, aan jullie. Wat zit er in de inputmap? Een mapkopie met daarin een Word-bestand dat we straks nodig zullen hebben, uh, een image processing map met daarin een aantal afbeeldingen die ik vergaard heb voor uh, deze sessie, en er is ook een map scripts. Want ik ga ook een klein scriptje aanhalen, een van mijn favoriete scripts eigenlijk in InDesign voor de creatie van uh, stijlen, paragraph, character styles. Goed, dan is er ook een layout map waar dat al een, een InDesign-file voor jullie in klaarstaat. Um, ik ga niet vanaf nul beginnen um, in InDesign, uh, zodat we daar niet te veel tijd verliezen natuurlijk met de basics. En dan hebben we ook nog een output map. Nu nog een klein tipje dat ik hier graag meegeef in de finder. Iets dat wij heel vaak doen voor onze projecten. Ik ga je dat even tonen. Wij hebben op onze server een basic project map... ...die dus al de standaard eigenlijk bevat... ...met input, layout, output... Voor de shortcut-minded people in de finder hier van de Mac... ...ik doe gewoon commando-shift-n... ...daarmee maak je nieuwe mappen aan in de finder... Dus, en dan zit ik gewoon ook met mijn uh, pijltjes toetsen. Ga ik elke keer naar een hoger niveau. Hè. Je weet dat je met je pijlen kunt navigeren doorheen die mappen. Nu de tip hier dat ik nog meegeef voor zo eigenlijk um, template, mappen die je voor projecten wilt hanteren. Zipt dat ding. Zodat je daar op je server eigenlijk uh, of op uh, je eigen bestandsopslag. Een zip van hebt staan en dan elke keer als je een nieuw project begint, dan kun je daar gewoon op dubbel klikken. Die unpack dat, dubbelklikt dat weer en zo heb je elke keer een kant-en-klare projectmap klaarstaan. Hoe dat je die indeelt, dat is aan u natuurlijk de keuze. Iedereen hanteert daar heel graag zijn eigen uh, structuren in. Maar op deze manier, zei je, zeer snel vertrokken uh, ben je. Excuses, zeer snel vertrokken. Um, bij de creatie van nieuwe jobmappen. Dus vooral dat zippen, dat vinden wij hier een heel handig trucje dat wij op onze eigen server gaan uh, hanteren. Ik ga die nu terug deleten. Allright, goed. Um, ik ga nu eventjes doorschakelen naar Adobe Bridge voor mijn eerste tipjes. Um, de meeste mensen, denk ik, kennen wel Adobe Bridge. Zijn er mensen die dat niet kennen of nooit gebruiken? Adobe Bridge. Kijk eventjes naar de chat. Nog nooit gebruikt. Oké, okay, goed. Er zijn misschien wel nog mensen, bijna nooit, nog niet. Oké, okay, nee. Allright. Goed. Nog nooit gebruikt. Ken het maar amper gebruikt. Allright, vaak. Allright, ja, er zijn lovers, er zijn haters, er zijn mensen die het totaal niet kennen. Adobe Bridge, ja, vroeger wel. Idem hier. Um, mijn, mijn begindagen, professioneel in Adobe Software, dat dateert van CS3, Creative Suite 3. Um, de bridge werd toen, heb ik de indruk, toch wel vaker gebruikt dan nu, maar dat was een heel log en zwaar ding, de bridge. Uh, als je daar mappen in gaat um, openen of je gaat doorheen je server gaan snuisteren, die had heel veel cache-werk. Die gaat afbeeldingen cachen en dergelijke. Dus dat kon wel een keer traag gaan. En dat was redelijk frustrerend, maar ze hebben daar al lang iets aan gedaan, waardoor dat, dat een pak vlotter werkt eigenlijk. En er zitten nog altijd heel wat functies in Bridge. Die Super nuttig zijn. Nu om snel mappen te openen in de Bridge, en dat is al een mini tipje dat ik hier geef. Nu vrees dat dit wel uniek voor de Mac is, um, denk In opleidingen heb ik al gemerkt dat dat op een PC niet werkt. Mijn excuses daarvoor. Ik ga hier even op zoek naar de bronmap van vandaag. Dus dat is hier uh, de Print Deal Pro Tips map. Op een Mac kun je die simpelweg op het Bridge-icoon in de dock onderaan gaan droppen. En dan gaat die onmiddellijk open in uh, Bridge, eigenlijk. Um, in Bridge kunnen wij doorheen onze hele folderstructuur natuurlijk gaan uh, snuisteren. Je hebt hier ook favorieten dat je kunt aanvullen. En op die manier heb ik eigenlijk die map hier voor Quick Access. Aan mijn favorieten toegevoegd. We hebben ook sinds uh, vorig jaar of twee jaar geleden hebben wij toegang tot al onze libraries in de bridge. En ik hoop dat die zwarte interface niet um, te donker is voor iedereen. Hop. Ik ga hier even in de preferences gaan kijken. En kan ik hier de interface wijzigen of gaat die mee? Interface, oké, okay, ik ga die eventjes woe, bam, in het uh, licht zetten. Ik denk dat dat wel duidelijker is voor de mensen thuis. Dus die preferences openen van Bridge, dat doe je met commando K of control K. Dat is in de meeste Adobe-applicaties zo. En dan kunnen we bij interface uh, de interface naar licht, uh, lichtgrijs of wit gaan veranderen. Voilà. ik ga dat hier zo laten staan eventjes op ok klikken en ik hoop dat dat beter is voor de kijkers thuis goed um, ik ga hier eventjes in de input map gaan en daar vinden we de map image processing nu een van de dingen die ik uh, eigenlijk standaard doe voor mijn eigen workflow Um, ik krijg voor projecten vaak een allegaartje aan documenten aangeleverd. Dat kunnen JPEG zijn, PSD's, uh, TIFF-bestanden, you name it. Hè. Ze gooien alles naar ons hoofd bij projecten. En een van de dingen die ik eigenlijk standaard doe, is alles onmiddellijk omzetten naar Photoshop-documenten. Zeker als het over beeldmateriaal gaat. Omwille van de snelheid van werken of springen tussen Photoshop InDesign, Photoshop uh, uh, InDesign en InDesign. Illustrator. En dat werkt allemaal veel sneller als we een native workflow gaan hanteren. Ik heb dat mogelijk wel al een keer laten vallen in een van de vroegere sessies, maar ik vind dat wel een belangrijke. Dus uh, zeker voor mijn eigen, omdat we dan. Ik ga dat straks laten zien in uh, InDesign, kunnen we veel sneller springen van InDesign naar Photoshop, van InDesign naar Illustrator. Goed, dus zoals dat je hier kunt zien, heb ik een bak JPEGs staan. En de eerste tip die ik hier heb, en ik vermoed dat ik daarvoor ook Photoshop zal moeten opstarten. Um, ik ga dat ook gewoon de facto doen. Ik ga Photoshop en Illustrator ook mee opstarten samen met InDesign. Die staan al in de aanslag. En dan zijn die uh, klaar voor gebruik. Voilà, ik keer terug naar de bridge. Ik heb mijn bestanden hier staan. En ik zou graag al die JPEG-bestanden omzetten naar Photoshop bestanden. Nu, wat is de snelle manier eigenlijk om dat hier te gaan doen? Ik ga die eerst en vooral selecteren. En dan ga ik bovenaan in het menu Tools. En daar vinden we als tweede laatste optie, in mijn geval Photoshop staan. En zoals dat je hier ziet, voor de mensen die wel al een keer met Photoshop werken, en dan zeker met de automatisatie en de batchfuncties in Photoshop. Um, actions laten lopen op een serie van afbeeldingen bijvoorbeeld. Dan ga je zien dat je hier een aantal van die functies uit de Photoshop-menu's gaat terugvinden. Dus wij kunnen effectief Photoshop aansturen of bepaalde functies opstarten vanuit de bridge. En de functie die ik nu wil aan bod laten komen, dat is de image processor. De ja, beeldverwerker, denk ik in het, uh, in het Nederlands. Ik werk zelden in het Nederlands. Dus de image processor-functie. De image processor, zoals de naam al doet, vermoeden. Die laat u toe om beelden te gaan verwerken. En zodra je die aanklikt, springt die ook onmiddellijk naar Photoshop. Dus dat is effectief een Photoshop-functie die we ook vanuit Photoshop kunnen aansturen of opstarten. Maar ik start die graag vanuit de bridge, omdat we daar al een selectie van bestanden kunnen gaan maken en dan doen we die image processing enkel op die selectie van bestanden. vind ik al zeer leuk want het is ietsje omslachtiger om dat eigenlijk die selectie van bestanden te gaan maken vanuit Photoshop. Dus de image processor die is hier opgestapt en dat is een vierstapsproces zoals dat je dat kunt zien. Um, die vraagt hier bij stap één of dat het eerste bestand wil open doen en daar al ja, aan wil gaan foefelen. Als ik daar dingen op wil gaan, uh, gaan uitvoeren of zo, maar dat wil ik in dit geval niet doen. Ik wil gewoon heel straightforward alles naar Photoshop-files gaan omzetten. Nu, er is eerst nog stap 2. Die gaat daar vragen: Save in same location. Of wil ik dan naar een andere plaats gaan opslaan? En ja, ik wil dan naar een andere plaats gaan opslaan. Dus ik klik die tweede optie aan. Ik zeg select folder. En ik ga eigenlijk onmiddellijk naar mijn linksmap van mijn project, waar dat eigenlijk mijn processed images terecht mogen komen. Ga ik dan naar daar laten sturen. Dus ik ga hier zeggen: Oké, okay, links, open, hop. En dat wordt nu mijn doellocatie. Het zijn al JPEG's. Ik wil daar geen JPEG's van maken. Wat ik graag zou hebben, is dat daar allemaal Photoshop-files van gemaakt worden. Um, we zien hier die. Uh, Even oude optie, maximize compatibility. Veel mensen kennen dat wel. Als je een Photoshop file saved, dan vraagt hij altijd: Moet ik de, de compatibility maximizen voor u? Dat heeft ermee te maken of dat je je Photoshop files ook in oudere Photoshop versies wilt gaan openen. Nu, dat is iets dat je files zwaarder maakt, je kunt dat eigenlijk uitzetten. Voor je eigen workflow, als je eigenlijk altijd in, in de meest courante versie gaat gaan werken en niet in oudere versies. Dan kun je dat eigenlijk gerust uit gaan zetten, die maximize compatibility. En dan is je PSD-bestand ietsje lichter in feite. Goed, dus ik ga hier zeggen: Save as PSD. Je kunt hier ook, zoals dat je ziet, naar TIF gaan saven, maar ik gebruik geen TIFs meer. Dat is bij mij geleden sinds mijn Quark Express-tijden. Ja, dat kennen we nog wel, Quark Express. Dus uh, toen werd er heel vaak met TIF-bestanden gewerkt. Er zijn nog veel mensen die werken met TIF omwille van de compressiemogelijkheden. Um, last but not least kunnen we tijdens het laten lopen van de image processor ook reeds een actie uitvoeren. Bijvoorbeeld, als je een convert to CMYK of iets dergelijks als een actie hebt uh, staan, een action, dan kunnen die ook gelijktijdig laten lopen met je image processing. Goed. Um, ik ga die gewoon laten lopen of runnen. En als dat heel veel bestanden zijn, dan is het de moment om naar het koffiemachine terwijl een keer te lopen en u zelf bij te tanken. Laat die lopen en zoals je ziet, gaat hij gewoon alles open doen in Photoshop. Die zet hij die om of safety als PSD-bestand. En dan ga ik eens in de bridge gaan kijken. Hier. Nu moeten we niet meer in input zijn, maar in layout. En in de linksmap zien we dat we hier een PSD-map hebben bijgekregen. Nu, dat is iets dat um, bij die image processing niet te omzeilen valt. Je kunt niet naar het gewone hoofdniveau hier gaan laten zeven. Die maakt de facto een PSD-map aan. En ik wil die wel eigenlijk een niveau hoger gaan verplaatsen. Dus ik moet die map hier wel gaan openen. Dat is dan iets wat ik liever wel weer in de Finder ga gaan doen. Want in de Finder kan ik namelijk met mijn kolommen gaan werken. En hier is het een pakje simpeler om die gewoon naar hoofdniveau te gaan verhuizen. En dan mag die PSD-map de vuilbak in. Voilà, een pak PSD's erbij gekregen. En ik tevreden? Dan kan ik daarmee aan de slag. Goed, heb ik hier nog wat mee te geven eigenlijk in, um, in Bridge? Dingen die ik leuk vind um, bij de tools. Ja, ook Illustrator. Nee, Illustrator kan niet aange, um, opgestart worden van hieruit. Maar ook voor Photoshop kun je dus de batch-opdracht van hieruit gaan starten voor mensen die heel graag uh, met batches werken. Um, sorry, er kwam een collega iets vragen, maar niet nu. Um, goed, dus ook de batch-opdrachten kunnen van hieruit opgestart worden. Zijn er hier nog dingen die ik leuk vind, vind? Ja, de collections. Dit kan mogelijk wel een interessante optie zijn. Nu, collections, wat zijn collections? Kort door de bocht: dat zijn virtuele mappen die enkel in de Bridge bestaan. Um, let op met het gebruik van Bridge, zeker voor de mensen die daar uh, amper mee werken. Als je dingen gaat deleten, verplaatsen in de bridge, dan gebeurt dat ook op je server of op je computer in je bestanden. Uh, dat is net zoals de, de bestandsverkenner of de finder natuurlijk. Dus let daar wel mee op, zeker in samenwerkingsverband binnen bedrijven met andere mensen. Nu, waarom verwijs ik dan heel graag naar collections hier? Die collections dat zijn mappen die je eigenlijk voor jezelf kunt aanleggen. En ik schets de situatie even. Mensen die in een bedrijfsstructuur werken, die hebben vaak een server die heel erg uitgebreid is met mogelijk een beeldbank mappen of bestanden die op bepaalde plaatsen moeten staan, logo's die op bepaalde plaatsen staan. En je mag die niet zomaar gaan verplaatsen op de server, want na verloop van tijd vindt niemand nog de bestanden terug. Wel, daar biedt Bridge dus een oplossing voor. En dan kun je hier voor een bepaald project kunnen zeggen oké, okay, ik maak een collectie aan, mijn project. En dan kunt je eigenlijk hier gaan zeggen, oké, okay, kijk, ik wil die, hop, die PSD wil ik graag aan mijn project gaan toevoegen. Deze PSD ook. En dan kun je naar een andere map gaan. Ik ga hier een keer zien. Ik ga even in mijn pictures map. Daar heb ik wel nog iets staan. Nou, access. Yes. En dan kan ik hier nog een PNG erbij gaan slepen. Vector logo's, you name it. Dus kijk, dan maakte jij hier eigenlijk een map aan waarin dat al die bestanden verzameld zijn. Die blijven op de server staan waar dat ze staan. Maar voor u hebben ze allemaal verzameld. En dat geeft u eigenlijk ook weer quick access tot al die bestanden die met u proberen. Te maken hebben um, en dat vind ik wel een nifty feature. Een um, nieuwe functie die erbij gekomen is, die, die is ook wel vrij interessant. Um, dat is een exportpaneel dat wij hebben en daar kunnen eigenlijk export presets in gaan bouwen. Ik heb hier nu eentje staan, JPEG voor web. Ik kan bijvoorbeeld een keer even een nieuwe maken om jullie dat te laten zien. Dus dat zijn export. Presets dat je instelt en je kunt dan zeggen: Oké, okay, bijvoorbeeld, ik wil snel naar JPEG, PNG, TIFF of DNG's gaan kunnen exporteren. Ik ga hier even zeggen: uh, PNG, dat mogen 16 bits zijn. Ik wil dat daar gewoon een Adobe RGB-profiel aan verbonden is. Ik heb ook nog uh, opties voor de image size, bijvoorbeeld. En dat mag op de originele locatie. Ik kan nu zeggen: Oké, okay, PNG's, hop. Save. Voilà, en dan zie je hier een export bij komen. Nu, hoe gebruikt je die eigenlijk? Ik heb hier nu twee PSD's staan. En dan kan ik eigenlijk zeggen: oké, okay, ik drop die hier gewoon op die PNG's. Kan daar nog dingen op gaan droppen. En dan kan ik zeggen ook start export. Krijg hier een progress bar. Hop, en die gaat daar nu aan starten in de background, normaal gezien. Ik ga die eventjes rustig laten doen en dan zouden die zo dadelijk op die locatie moeten verschijnen. Voilà de exportmodule in bridge. Hij is eraan bezig. Ik ga die gewoon rustig laten doen. Een snelle manier om presets te hebben om naar JPEG en PNG te gaan exporteren in bulk. Right, ik ga die closen. Die is zijn werk aan het doen. Voilà. Ik hoop dat daar kan je dan vanuit InDesign linken naar de zaken in de collection. Jazeker, want die uh, Ilse die gaat gewoon linken naar de originele file locatie. Dus uh, dat is enkel binnen de bridge. En trouwens, wat dat, dat betreft, als je de bridge gaat beginnen gebruiken voor je bestanden te beheren, je kunt ook door rechtermuisklik op uh, een file in de bridge. Zit er ook in de rechtermuisklik een place? En zie eens hier, je kunt eigenlijk van hieruit starten richting elke Adobe-applicatie. Dus je kunt van hieruit gaan placen in InDesign, in Photoshop, in Illustrator. Eigenlijk elke applicatie van Adobe die je al een keer opgestart hebt, gaat die toevoegen aan de lijst hier. Um, dus dat is ook wel een handige functie. En ja, hij zal de link um, bewaren naar de originele file locatie. Zoals ik zei, die collections die zijn virtueel. Daar is eigenlijk geen map van in je Finder of op je computer. Dat bestaat enkel in de Bridge. Maar hij behoudt de originele file locatie. All right. Goed, ik ga hier eventjes moeten zien dat ik mijn Outline erbij haal. Oké. Okay. Oh. Verder geen vragen zie ik over Bridge. En dan switch ik naar InDesign. Goed, we gaan eigenlijk een groot deel van de tijd in InDesign doorbrengen uh, tijdens deze sessie. En we maken af en toe een sprong naar Photoshop of naar Illustrator om uh, daar wat dingetjes te laten zien. Goed. Even over InDesign. Misschien wat snelheidstips dat ik uh, kan meegeven of wil meegeven. Um, als wij InDesign de dag van vandaag opstarten, dan komen we in die home workspace terecht. Linksboven zien we het icoon van InDesign. Dat laat u eigenlijk toe om te switchen tussen de normale workspace, waarin dat we al onze panelen zien. Mijn nest in dit geval. Mijn rommel met alle panelen overal. En via het huisje. Linksboven kunnen terug naar uw home workspace gaan. Waar ik nu geen recente bestanden heb, omdat ik InDesign um, eigenlijk gereset heb. En dat is ook nog een tipje dat ik wil meegeven. Ik ga InDesign eventjes afsluiten. Um, heel af en toe reset ik InDesign naar de fabrieksinstellingen. Waarom? Soms begint InDesign ik er raar te doen of zitten er bepaalde ja, behaviors in die u tegenwerken. Um, hoe kunnen we InDesign resetten? Ik rechtermuisklik op. Op het dock icoon onderaan. Ik hou Shift, Ctrl, Alt en Commando, de hele linkeronderhoek van uw Mac keyboard gelijktijdig ingedrukt. En dan klik ik op Open en ik hou die vier toetsen de hele tijd ingedrukt. Nu, die gaat hier op mijn ander scherm open. Dan krijgen we deze Startup Alert. Dat is ook uh, het seintje dat je het juist hebt gedaan met die vier toetsen. Um, en dan klik ik. Delete InDesign Preferences. Yes. InDesign neemt dan ietsje langer de tijd om op te starten. Maar vervolgens is die gereset. Zoals dat je kunt zien, was mijn interface in het wit. Nu is die in het zwart. Zo is dat bij de fabrieksinstellingen. Um, ik ga terug eventjes in de preferences. Appeltje K of Commando K interface. En ik zet die terug in het wit. Nu ik hier. Toch ben in de preferences. Bij interface ga ik ook onderaan deze optie, live screen drawing, die ga ik onmiddellijk op immediate zetten of op onmiddellijk. Oeh. Inception, blijven uw actions, et cetera, dan, dan onthouden bij het resetten? Ja, Ilse, die blijven onthouden. Um, de preferences, dat zijn inderdaad, dat is niet altijd duidelijk wat zijn preferences wat niet. Hè. Dus uh, wat ik hier in de preferences van InDesign, het is een beetje een dubbel instel, dat zijn bijvoorbeeld preferences. Ik ga dit nog op immediate zetten, momenteel ga je dat zo dadelijk straks kunnen tonen... wat dat, dat is, die live screen drawing optie. Maar ik ga je ook al dit laten zien... als ik nu switch naar mijn... ik zat daar net in de advanced workspace... Dus zoals dat je ziet in die advanced workspace staan al die panelen nog altijd overhoop. Dus uw workspaces, uw werkruimtes die gij hanteert, dat is bijvoorbeeld Ilse, geen onderdeel van uw preferences. Dus ook die blijven behouden. Daar moet u geen zorgen over maken. Nu. Een van de dingen die ik nu wil aankaarten is net het instellen van preferences, maar ik ga nog eventjes via de workspaces hier bovenaan. Nu, ik ben uh, wel een fan van workspaces in InDesign, maar ik weet niet of dat er nog mensen zijn die dat eigenlijk zeer doelbewust gaan, gaan gebruiken. En dan heb ik het over dat menuutje hier rechtsboven, waar er nu Advanced staat. Bij, ja zeker, zegt Nadia. Bij veel mensen staat daar mogelijk Essentials of Essentials Classic of de Advanced Workspace. Nu, de meeste van jullie weten wel, dat is de indeling van panelen die wij in InDesign in hebben. En InDesign voorziet ook al een aantal standaard workspaces voor ons. Nu, bijvoorbeeld mensen die graag wat digitale documenten maken, digitaal um, interactieve pdf's bijvoorbeeld, daar is een werkruimte voor. Als ik die aanklik... Hop, dan kom ik hierin terecht en die staat eigenlijk nog netjes proper zoals dat die uh, mee voorzien wordt door InDesign. Nu als ik terug een keer naar Advanced Switch, dan ga je zien, staat hier weer allemaal overop. Dus... InDesign om eigenlijk per werkruimte hoe dat je die achterlaat. Ik leg dat heel graag uit alsof dat InDesign een huis is en dit zijn verschillende ja, etages of ruimtes of kamers in je huis om allemaal andere dingen met InDesign te gaan doen. En ik wou dat ik dat thuis had voor uh, de kinderkamer bij ons, want hier zit ook een superhandige opruimknop in en dat is de reset functie. Dus als ik hier ga zeggen reset advanced, hop, dan kuist die eigenlijk alle panelen op zoals dat die oorspronkelijk stonden. Nu Voor de mensen die al jaren met InDesign werken, die hebben hun eigen voorkeuren, die hebben hun eigen indelingen van panelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een hardcore DTP'er bent en dat je supergraag hier aan de rechterkant je paragraph styles en je character styles open hebt staan. Wel, als je zo'n indeling hebt voor jezelf, dan kun je ook die werkruimte natuurlijk gaan opslaan. En dan kan ik hier zeggen: Mickey's Mes, voilà. Klik oké. Okay. En dat is dan ook heel leuk dat hier bovenaan rechts uw eigen naam staat, eigenlijk. En ook die werkruimte moet je dan doorheen uw project overhoop gaan halen. Dan kunt u zelf resetten: Reset Mickey's Mes, en voilà, terug alles proper. Goed, dat was even um, een stukje over die werkruimtes. Maar ik vind die reset dus eigenlijk zeer handig om snel op te ruimen. En ook het aanmaken van eigen uh, sets of werkruimtes vind ik superhandig. Ik ga hier nog een keer resetten. Ik ga eigenlijk uh, mijn tijd doorbrengen nu in de advanced workspace. Dat is ook al mijn ego boost. Hè, als je in de advanced workspace kunt gaan werken. Voilà, dan gaan we hiermee aan de slag. Allright. Goed, over die voorkeuren nog eventjes. Daar was een vraag over en ik merk in opleidingen, dat is een van die, die dingen van InDesign, dat heel wat mensen ja, een beetje vergeten zijn, of sommigen toch, dat ze vergeten zijn. En dat is eigenlijk InDesign aanpassen aan uw eigen manier van werken. En ik ga dat eigenlijk onmiddellijk gaan aantonen met het swatches-paneel. Nu, zoals dat jullie weten, als je het swatches-paneel opendoet, of de kleurstalen, daar zitten die eeuwenoude swatches in voorzien. Onze CMYK's en onze RGB's, rood, groen, blauw, zitten daarin. Maar wie gebruikt die ooit? Weet je, die standaardkleuren? Ja, misschien hier die cyaan voor zo opmerkingen te gaan maken in InDesign Files. Veel mensen gebruiken cyaan om highlights of opmerkingen te maken. Uh, in samenwerking met andere mensen, maar die andere kleuren. Meestal voeren wij daar de kleuren van onze klanten in toe. Wel, stel dat jij bijvoorbeeld voor een klant een week lang moet gaan werken en een hoop documenten aanmaken voorziet die klant zijn kleuren dan gewoon al op voorhand want wij kunnen op dit moment de swatches gaan deleten. Wij kunnen bijvoorbeeld ook bij paragraph styles gaan zeggen oké, okay, ik maak hier een pak paragraph styles aan. Bijvoorbeeld een stijl voor heading, een stijl voor body. Hop en dan hebben wij die stijlen al klaar zitten. Die ga ik wegsmijten. Nu, je kunt je afvragen, ja, Michael, waar is dat goed voor? Je hebt niet eens een bestand openstaan. Waarom zitten je nu al stijlen aan te maken en swatches aan te maken? Wel, simpelweg omdat dit nu de default wordt voor al uw nieuwe documenten in InDesign. Dus we nu zeggen File New. Hop, kom ik hierin terecht. En ik maak dat aan. Wel, kijk, die stijlheading, die stijlbody... En die swatches dat ik zelf heb aangemaakt en toegevoegd, zijn standaard aanwezig. Nu, er is een groot verschil tussen die dingen aanmaken wanneer dat er een bestand open staat en wanneer dat er geen bestand open staat. En dat is een belangrijk gedrag eigenlijk van InDesign om sneller ermee te gaan werken. Dus als er geen file open staat, dan wordt dat de standaard van al je nieuwe bestanden die je vanaf nu gaat gaan maken. En zo geldt dat in feite voor alles wat je in InDesign kunt aanpassen hier in de settings, in de menus. Als je hier bepaalde zaken, zoals tekstframe options. Zie je? We kunnen die open doen. Je kunt dat hier al onmiddellijk op drie kolommen zetten, je text frame options. En vanaf nu, in elk document dat je opstart, zullen alle tekstkaders direct drie tekstkolommen hebben. Dus dat is uh, ja, een belangrijke eigenschap eigenlijk van InDesign. Maar ik heb gemerkt dat die zo wat verloren is gegaan, of dat die kennis daarvan verloren is gegaan door de introductie van de homescreen. Want mensen zien de interface niet meer en ze beseffen eigenlijk uh, soms niet meer dat je hier al aanpassingen in kunt gaan doen wanneer dat er nog geen document open is. Um, als er geen document open is, nog een klein wistje dat je gewoon dubbelklikken op die grijze achtergrond en dat is hetzelfde als File Open. Voilà. Goed. Alright, um, ik ga het bestand dat wij hebben aangemaakt uh, of dat ik u voorzien heb, ga ik gaan openen. Ik ga gewoon commando O doen. Ik ga in layout en ik ga daar de TA Pro tips openen. Voilà. Bij mij gaat die zonder problemen openen, kan het zijn dat we enkele fonts voor het InDesign document missen. Yes, Lusse, dank u voor die vraag. Maar dat zijn allemaal lettertippes uit. Adobe Fonts. Dus als je niet te rap zijt geweest of niet te snel bent geweest en skip hebt geklikt, dan kun je die op dit moment allemaal synchroniseren met de cloud, als je dat wilt. Dus die kunnen aangeduid worden. Kan ik dat eventjes hercreëren? Ja, zeker. Daarvoor ga ik eventjes in de Creative Cloud gaan. Hop. Ik ga die erbij halen. Ik ga naar mijn fondbeheer gaan. En ik ga hier een keer even kijken. Kan ik hier zoeken, zoeken, zoeken? Nee. Ik weet dat dat de meta is. Dus ik ga die eventjes gaan opzoeken. Staat die bij de M, de M, de M. Nee, dat is een van de eerste die ik zou moeten. Gesynchroniseerd hebben. Hier hebben ze nog wat werk aan, mensen aan dat venster. Uh, dat ik hier niet gewoon naar de meta kan springen. Oké, okay, dan ga ik het via de website doen. Dat gaat wel lukken. Yes, yes, yes. Continue, sign in. Oké, okay. check your device. Niet nodig. En dan ga ik hier zoeken naar de meta. Ik weet niet of dat jullie Adobe Font-gebruikers zijn. Dus we hebben hier de meta. Oké, okay, dat is deze. Denk ik. En ik ga die allemaal deactiveren nu. Yes. Goed, en dan ga ik uh, hetzelfde als jullie krijgen. Ik ga die ProTips open doen. Hij wil het niet. Heb ik zeker de meta. Ik heb hem nogthans gebruikt, meta, headline, OT, maar misschien is het de geïnstalleerde. Oké, okay, ik kan het niet snel hercreëren, maar dus de missing fonts, let daarop. Hij kan ze synchroniseren van Adobe, Fonts normaal gezien. Gewoon zo aanvinken, vragen om te synchroniseren, en dat zou opgelost moeten zijn. Right. Als je dat gemist hebt, dat venster, sluit de file nog eens. Doe een keer opnieuw open en let op die, uh, op die optie. Ik kan daar ook naartoe via Type, Find, Replace, Fonts. En hier kan ik die ook normaal gezien, gaat die dat te willen gaan zoeken. De Meta, Minion, Objective. Misschien dat de Objective ontbreekt, dat weet ik niet. Dat is denk ik geen Adobe font. Goed, nu als die ontbreken, dat is geen enkel probleem, mensen. Uh, we kunnen daar wel eventjes over kijken. Gewoon. Goed, ik ga naar de cover in het document gaan. En daar zie je een creatief vormgegeven titel staan. En dat gaat eigenlijk mijn eerste tipje hier zijn. Zoals dat je ziet, heeft die zo'n gesliced color. En voor de mensen die al... Uh, Curieus waren en die daar aan op gaan klikken zijn en slepen. Die, die gaan zien stop, dat dat um, opgedeeld is in verschillende objecten. Dus ik heb hier inderdaad een gesliced stukje tekst staan, maar de clue hier is dat dat eigenlijk nog altijd live tekst is. Dus als ik hier uh, ga zeggen oké, okay, powertips. Hop. Ik ga er nu terug uit. Even mijn verborgen dingen, dan ga je zien dat daar ook tegelijkertijd hier een dingetje een uitroepteken was verschenen. Hop. En ook die tekst die update mee, dus dat is live. Ik heb daarvoor niet moeten gaan outline, ik heb dat niet in Illustrator moeten gaan in stukken snijden en dergelijke. Dat is gewoon puur live tekst. Nu, hoe heb ik dat gedaan? Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ik ga eventjes daarvoor. Van scratch beginnen met jullie. En um, dit gaat eventjes snel gaan. Ik ga hier het woord slice intypen. Ik zorg dat de paragraph style title color daarop toegepast is. Hop, voilà. Dus dit is stap 1. Ik heb mijn tekstkader. En dan ga ik een functie gebruiken die nog niet te veel mensen eigenlijk weten zitten. Of misschien hebben jullie die wel al gebruikt. Ik ga naar het menu Edit. En daar vinden we een optie Place en Link. Nu zijn er mensen die die al gebruikt hebben, Place en Link. Ik kijk even naar de chat. Nee. Goed. Dus, belangrijk: we selecteren dat tekstkader. Ik doe Place en Link. En dan ga je zien. Oké, okay, dat staat hier alweer op mijn ander scherm. Dat één, die je Content Collector, onderaan open gaat. Goed. Goed. En ik zie ook dat mijn cursor nu geladen is. Dus daar hangt tekst aan vast die ik kan gaan plaatsen. Nu, die staat ook in plaats modus hier. En een heel belangrijke dat we nog eventjes gaan aanzetten is de Map Styles functie. Dus wat gaat die doen, de Map Styles functie? Dat laat mij toe om wat ik nu ga plaatsen qua styling te linken aan andere stijlen en om die mapping te activeren. Ga ik hier nog eventjes gaan zeggen: Oké, okay, Edit Custom Style Mapping. Dan kan ik zeggen: Title Color. Dan moet in mijn gelinkte tekst Title Color Slice worden. Dus de stijl van het ene gaat omgezet worden naar de stijl van het andere. Ik ga nu op OKé okay klikken. En ik ga die gewoon plaatsen. Dus dat is nu geplaatst, die een tekst opnieuw. Je ziet slice, slice en we zien hier ook een link-icoon. Dus deze tekst, als ik die aanpas, dan ga je zien dat er hier een uitroepteken komt en ook in de links ga je zien dat er hier nu gelinkte tekst staat. De meeste mensen kennen dat wel van met gelinkte tekst bestanden of afbeeldingen te gaan werken, wel say hello to linked tekst. Nu dit werkt niet alleen binnen uw document, je kunt dat ook tussen verschillende documenten gaan doen. Voorbeeldje daar als je bijvoorbeeld um, adresinformatie op um, briefpapier moet gaan zetten. Concreet voorbeeld, ik heb dat bij KBC moeten doen. Die hebben heel veel briefpapier, heel veel briefhoofden en voeters uh, die daar zijn met adresgegevens. Dus ik had een InDesign bestandje met de adresgegevens. En dan had ik veel afgeleide briefpapier, waarin dat ik telkens place link van die adresgegevens D. Op die manier kon ik eigenlijk in één bestand de adresgegevens aanpassen als dat nodig was en dan kon dat geüpdate worden naar meerdere documenten. Dus als je kopie hebt die up-to-date moet gehouden worden in verschillende documenten, is dit een superhandige functie. Voila, ik kan die nu gewoon ook gaan updaten. Hop, en dan zie je dat sliced sliced wordt. Oké, okay, nu voor die een truc met die gesliced tekst of dat teksteffect. Dit is ook nog een zeer funky um, toepassing eigenlijk. Ik ga eerst en vooral mijn rectangle frame tool nemen. Die met dat kruising, die dient om afbeeldingen in te zetten. En jullie kennen dat wel, als je een afbeelding plaatst en je verwijdert de afbeelding, dan blijft dat kader leeg en eenzaam achter. Nu, je kunt zoal lege kaders tekenen, maar wat dat sommige mensen ook niet zullen weten, is dat je eigenlijk eender welk dingen in design kunt kopiëren. Ik ga dat kopiëren en knippen, commando X. En dan selecteer ik dat beeldkader en ik ga commando Alt V. Wat is commando Alt V? Dat is paste into. Dus je kunt eigenlijk dit tekstkader dat ik nu gekopieerd heb, plakken in een beeldkader. Oké. Okay. Goed, dat is hier uh, Inception-toestanden, mensen. Dus uh, opletten. Nu kan ik dat kader eigenlijk met mijn witte pijl gaan manipuleren, zoals elk vectorobject. je? Ik kan dat eigenlijk gaan veranderen. En ik ga dat nu een beetje zo gaan doen. Ik gebruik mijn Shift-toets. Ik kan er echt wel funky stuff mee gaan uithalen. Hop. En ik kan dus dit kader nu terug met de zwarte pijl, lettertje V, kan ik dat netjes bovenop mijn ander kader gaan positioneren, eigenlijk. Voilà. En op die manier krijg je zo wat een creatief teksteffect. En heb ik eigenlijk niet te veel werk of snijwerk, en kan ik hier op elk moment gaan. Induiken. Hop, sliced. Up. Ga ik hiervan maken. Ik deselecteer dat. Deze wilt updaten. Kan dat ook hier doen. Hop, ik update die. Voilà. En dan zie je dat die tekst mee geüpdate wordt. Dus is een beetje een creatief, sliced up. Color effect, maar met live tekst. Oké, okay. goed. Dat ging misschien snel voor veel mensen. Ik zou zeggen, herbekijkt de opname nadienen. Dan kunnen je daar rustig niks keer proberen te hercreëren. Het is niet gigantisch moeilijk de stappen hier dat je moet volgen. Um, maar ja, je moet het maar weten. Het is een van die trucken. Je moet het maar weten dat dat gebeurt. Allright, ik ga naar de volgende spread. Ik heb nog een, een paar minuutjes en ik ga eventjes terug in het instellen van voorkeuren duiken. En ik denk dat jullie wel af en toe een keer met afbeeldingen werken in InDesign. Bij mij gebeurt dat toch wel zo'n honderd uh, keer per dag dat ik uh, met afbeeldingen aan de slag moet in InDesign. Nu, we kennen het allemaal, hè? als we met beeldmateriaal in InDesign gaan, gaan werken, we doen appeltje D, commando D, dan gaan wij onze afbeelding gaan kiezen, en ik ga er hier een keer een mooie uitkiezen, voilà. en dan kan ik oftewel gaan klikken, op, of ik kan gaan klikken en slepen om die afbeelding te plaatsen. Nu, hier heb ik ook nog een klein pro-tipje, Um, als we klikken en slepen in InDesign, nu dan weet je, je zit vast aan de aspectratio van je afbeelding. Is dat een 4-3 of 16-9 verhouding, dan kun je niet afwijken van die hoogtebreedte. Denken jullie. Maar dat is niet waar. Want, en dat is een beetje counterintuitive, als je tijdens het slepen namelijk shift ingedrukt houdt, dan kun je eigenlijk het kader van je wensen gaan uittekenen. De grootte dat je wilt. Wil je bijvoorbeeld een heel... ...smalle afbeelding bovenaan zetten, dan kun je dus tijdens het slepen shifting gedrukt houden. Je geeft dat de afmetingen dat je wilt. En nadien kun je met je framefitting-opties natuurlijk aan de slag om dat te gaan vullen, dat kader. Voilà. Dus... Tipje nummer 1 hier bij het plaatsen van afbeeldingen. Je doet commando D en je houdt gewoon tijdens het slepen... Ik ga nu deze een keer nemen. Je houdt gewoon tijdens het slepen shift ingedrukt. En dan kun je gewoon het kader gaan tekenen, beeldkader, met het formaat dat je zelf wilt. Oké? Okay. Goed, nu nog een ander. We zagen het gedrag hier al eigenlijk. Dus als ik zo plaats en ik sleep zo een smaller kader uit, dan zien we dat die afbeelding daar ingepast wordt, zodat ik heel de afbeelding zie. Maar ik heb natuurlijk nog veel beeldkader over, waar dan nu een leegte is eigenlijk. En ja, voor mij is dat logisch. Ik wil dat kader helemaal vullen met afbeelding natuurlijk. Nu, dan kan ik oftewel hier bovenaan fill frame proportionally gaan doen. Of ik kan hier rechtermuisklikken klikken en zeggen: Fitting fill frame proportionally. Of voor de shortcut lovers, Commando Shift Alt C. En dan kunnen we dat ook proportioneel vullen. Eerlijk gezegd, dat is een shortcut dat ik heel vaak gebruik: Commando Shift Alt C. Hop, want dan vullen wij ons kader volledig met foto. Nu, dat is allemaal goed en wel, maar ik heb al ontdekt bij mijn eigen werk dat dat eigenlijk het ding is dat ik meestal doe. En als ik 100 keer per dag Commando Shift Alt C moet gaan doen, dan ga ik artritis in mijn vingers krijgen van die bochten waarin ik ze moet wringen. Dat heb ik liever niet. Nu, zou het niet handig zijn als dat de standaard is, als ik een beeld plaats en dat mijn kader ook onmiddellijk gevuld is. Voordat ik dat instel. Nog een situatie, soms ga je al in je layout, zoals dat ik hier heb, kaders gaan tekenen, standaard, en nadien ga ik daar afbeeldingen in gaan droppen. Dus ik kan commando D doen, hop, open, en dan drop ik die daarin. Maar dan zie je dat die enorm groot is, omdat die op 100% geplaatst worden, die afbeeldingen dus dan moet ik weer fill frame proportionally gaan doen met mijn shortcuts. Wel kijk, ik wil dat gewoon als standaard hebben. Nu hoe doe je dat? Op voordat ik iets begint te tekenen, voordat ik begin te plaatsen, ga ik naar object fitting, frame fitting options. Dus ik ga die nu gaan instellen nog vooral eerder ik aan het plaatsen of frames aan het tekenen ben. En ik kan hier al zeggen, oké, okay, fill frame proportionally. Uh, dat mag vanuit het center. kan daar een beetje krop op instellen, maar dat ga ik niet doen. En ik ga ook Autofit aanzetten. Meer daarover, zo dadelijk ook nog. Wel, ik ga die nog even weghalen hier, zodat ik het goed kan laten zien. Als ik nu mijn frame tool neem en ik teken hier een frame. Ik ga er hier nog een ander bij tekenen. Hop. Die ga ik er ook gaan bijtekenen. tekenen. Uh, okay. Okay, ik doe commando D. Ik ga hier onmiddellijk drie afbeeldingen gaan nemen. Geen PNG's. Wacht, weg PNG's. Ik ga de PSD's nemen. Open. Voilà. Dus ik heb drie afbeeldingen in mijn cursor geladen. mini kan hier. Met de pijltjes toetsen. Je gaan cyclen doorheen die afbeeldingen. En degene dat je ziet, is degene dat geplaatst zal worden. Maar check this out. Ik drop die hier in dit kader. En die is onmiddellijk fill frame proportionally. Nu wil ik uh, deze hier gaan plaatsen, en ik drop die hierin, en ook die is fill frame proportionally. Hetzelfde nu als ik ga gaan tekenen, en ik gebruik die geheime shift-toets voor mijn eigen uh, format te bepalen. Ook die is nu fill frame proportionally. Dus dat versnelt het boeltje hier wel een beetje voor mij. En ik hoop dat dat een beetje handige tips zijn bij het werken met afbeeldingen. Voilà. Uh, nu die autofit-functie, dat is ook een knopje dat je hierbovenaan vindt voor de mensen die daar zelden mee werken. Autofit gaat ervoor zorgen dat als je nadien je kader gewoon met je zwarte pijl gaat gaan vastpakken, en je gaat dat formaat gaan aanpassen. Dan gaat hij dat ook live mee gaan scalen, je afbeelding. Dat kun je dan enkel instellen voor de file. Dus moet je file per file instellen. Nee, Tineke, dat kun je eigenlijk ook op voorhand doen. Um, als je dat als standaard wilt voor al je nieuwe documenten, kun je die framefitting opties ook als er geen enkel document open is, daarbovenaan gaan instellen. Nu, ik heb al een paar keer nadrukkelijk gezegd um, als er geen enkel document open is, als je bestaande projecten die je al al een tijdje hebt staan, gaat gaan openen, die zijn preferences, die gaan eigenlijk. Um, de preferences die jij hebt ingesteld gaan overrulen dus als ik hier nu een indesign project van mijn server pluk van een maand geleden dan gaat dat daar niet inactief zijn, dan moet ik dat daar wel nog even in gaan doen Tje. dus uh, ja, als je dat als standaard wilt vanaf nu voor eeuwig en altijd um, sluit dit document, ga naar object fitting, frame fitting en stelt dat gerust al in Allright, dit gezegd zijnde is het weer al lang tijd voor de break. Um, ga er soms wat over. Ja. Michiel, ik heb nog snel een vraagje. Ik was een uh, vraag ik van Nicole tegenkomen in mijn mailbox. Uh, ook nog even rond lettertypes. Ik ga ze even delen de vraag in de, uh, okay. de chat. Misschien dat je die nog snel of kort kan beantwoorden. Ja, geen probleem. Geen probleem. Voilà. Hier is die. Er is blijkbaar veel te doen rond de toekomstige stopzetting van Adobe voor Type-1 lettertypes. Uh, Pfm en Pfb-bestandjes, toch? Nee, dat zijn ook TTF-bestanden. Uh, en daar is dan niet altijd duidelijk, want bij TTF heb je ook Type-1, 2 en 3, als ik me niet vergis. Um, en dat is uh, geen toekomstige stopzetting, vrees ik. Dat is gebeurd. <laughs> Want daar is uh, in de InDesign Secrets groep op Facebook heel wat rond te doen geweest. Heel wat mensen die zich zorgen maken. Um, ja, dan valt het denk ik uh, bij mijn weten dus niet over de True Types, jawel, dus de TTF Type 1. Uh, lettertippes, die zijn ook stopgezet. En ja, als je daar veel geld in geïnvesteerd hebt natuurlijk in het verleden, in de aankoop van lettertippes en dergelijke, um, ja, dan vrees ik dat je misschien gaat moeten kijken of dat je ze bij de foundry kunt, uh, kunt krijgen terug, of je gaat ze opnieuw moeten kopen. Maar zoek ook zeker een keer in Adobe Fonts. Er zijn veel klassiekers die nu gewoon in Adobe Fonts beschikbaar zijn. De Garamond, Helvetica's en dergelijke, die zijn er allemaal beschikbaar. Oké. Ik denk dat we de vraag van Nicole hiermee hebben beantwoord. En dat we even vijf minuten pauze nemen. En dat we elkaar terugzien om elf uur. Yes. Goed? Ja. Tot zo dadelijk. Alright, we're back. Goed geluid staat aan. Yes, en de video Ik zie ook dat je ja, ondertussen nog uh, opzoekingswerk hebt gedaan voor uh, Nicole. Die ja, op, uh... ik had dat even doorgestuurd. Uh, nu ja, inderdaad, nee, staat hier niet um, die T1 en dergelijke en TTF. Ik zou het nog een keer een beetje verder moeten uitzoeken, ook, uh, Nicole. Um, wat daar nog van aan is van de TTF-bestanden. Goed. Oké. Okay. Wij waren gestopt bij die framefitting options, plaatsen van afbeeldingen. Ik hoop dat daar uh, wat nuttige trucjes of tipjes toch tussen zaten. Um, ik wil gerust wel nog eventjes terugkomen op het plaatsen van die afbeeldingen. Um, dat is eentje dat ik altijd graag nog meegeef, want ik heb daar eigenlijk redelijk snel meerdere afbeeldingen geplaatst. Um, nu, de meeste mensen kennen dit wel, maar als we bestanden gaan plaatsen, command D, kun je dus, zoals dat je wel weet, meerdere afbeeldingen gaan kiezen. Hop. En dan zie je dat die in je, ja, daar kan ik niet op inzoomen, dan zie je dat die allemaal in je cursor geladen worden. Nu, zoals ik daarnet toonde. Met de pijltjes toetsen op je keyboard, links en rechts, kunt je eigenlijk dus gaan selecteren of switchen tussen de geladen afbeeldingen en degene die in de thumbnail weergegeven wordt, is die die geplaatst zal worden. Je um, kunt op dit moment ook, die zaten nu heel handig in één map allemaal tezamen, maar je kunt eigenlijk opnieuw Command-D doen en er nog gaan bijproppen in je cursor. Dus als ik zeg van, kijk, ik heb hier in een andere map, Pictures, hop, nog een visual staan dat ik wil plaatsen, klik ik gewoon op Open. En zoals dat je kunt zien, is ook die nu eraan toegevoegd. Dus daarnet had ik er vier, nu heb ik er vijf. En dan, ja, dit weten ondertussen denk ik de meeste mensen wel al. Stel dat ik die allemaal gelijktijdig wil gaan plaatsen. Dan kun je klikken, slepen. En voordat je de muis loslaat, dat is belangrijk. Kun je, je pijltjes toetsen ook weer gaan gebruiken, beginnen met boven en rechts, om rijen en kolommen te gaan maken. Dus ik heb effectief vijf afbeeldingen um, in mijn cursor zitten. Dus ik ga met pijltje naar boven vijf kadertjes steken. Hop, en die worden allemaal geplaatst tegelijkertijd. Nu even commando z wil ik ze daarentegen alle vijf naast elkaar. Gewoon zien dat ik er vijf naast elkaar zet. Hop, en mijn vijf afbeeldingen worden naast elkaar geplaatst. Zo. En wilde met rijen en kolommen gaan werken? Twee keer naar boven, twee keer naar rechts. Een grid van negen kaders. En hij plaatst er vijf. En hij gooit er vier in de vuilbak. Kaders. Voilà. Dus, um, deze functie die heeft een naam. Gridify noemt hij. Uh, in het Engels. En als je daarop gaat gaan Googlen, InDesign Gridify, dan ga je al die trucjes wel nog ontdekken hier. Want dat is eigenlijk een soort van gedrag dat in heel wat functies binnen InDesign uh, verwerkt zit. Bijvoorbeeld ook, kan um, ik ga een keer even teruggaan. Ik ga ze nog een keer onder elkaar plaatsen. Bijvoorbeeld, waar vinden we dat nog? Als ik nu mijn, uh, mijn kaders geselecteerd houden, vijf. En ik zou dit gaan vergroten. Dan zie je dat je eigenlijk je kaders gaat gaan uitrekken of transformeren. Nu, een gridify trucsje dat hierin zit... Dat is de spatiebalk ingedrukt houden tijdens het slepen. En dan trekt je eigenlijk uw objecten verder uit elkaar. Getransformeert ze niet, maar je vergroot de afstand tussen uw objecten. En dat is ook een van die gridify trucs. Dat plaatsen dat weten heel veel mensen wel. Wat dan misschien minder geweten is, is dat dat ook tijdens het tekenen met al uw gereedschappen werkt. Dus als jij een pak vlakken wilt gaan tekenen, kun je ook met je pijltjes toetsen eigenlijk rijen en kolommen gaan maken tijdens het tekenen. Voilà. Ook met de frame tool werkt dit. Dus als jij gewoon standaard een aantal kaders wilt gaan tekenen of frames klaarzetten, dan kunnen dat met je pijltjes toetsen heel snel gaan doen. Nu, bij sommigen is er misschien al. Uh, een vraag in uw hoofd gerezen van hoe bepaalde die een tussenafstand tussen die kaders? Wel, die gaat eigenlijk mee. Ik ga even uh, een nieuw documentvenster. Die is standaard eigenlijk gelijkgeschakeld met uw column gutter, die je voor uw document, voor uw layout instelt. Nu, dat is een setting die je kunt manipuleren in InDesign per pagina als je dat wilt. Layout, margins, columns. Zoals dat je ziet hier kan ik een pagina twee kolommen geven. En ik kan daar bijvoorbeeld twintig tussen gaan stoppen, afstand. Oké, okay, voilà, zie je, hier twintig millimeter. En effectief op deze pagina, als ik nu die Gridify-tekenfunctie gebruik, zie je, zit daar twintig millimeter tussen. Op mijn pagina hier is dat nog altijd vijf millimeter. Dus als ik hier Gridify gebruik, is dan maar vijf millimeter dat er tussen zit. Dus dat is wel uh, ja, een handige functie. Ik vind die nog altijd heel tof. Het is niet dat ik dat honderd keer per dag nodig heb, maar niet te min uh, kan dat voor repetitieve objecten wel handig zijn om die zo snel te gaan tekenen. Voilà. Good, good. Um, we gaan in tekstopmaak gaan duiken. En ik ga er mijn outline hier eventjes terug gaan bijhalen. Want nu kan de DTP'er in mij zich gaan uitleven eventjes. Goed. Um, right. Op de pagina hier hebben we. Ah, nog voordat ik daaraan begin, dat was ik vergeten mee te geven. Op de cover staat er een mooie cover dat ik in Adobe Dimension heb gemaakt. Uh, die een tippo Dat is een Photoshop-document. Als ik dat snel wil open doen in Photoshop om daaraan te sleutel Option of Alt ingedrukt houden en gewoon dubbelklikken op die afbeelding. Hop. Dan gaat hij, dat is Edit Original. Ik ga nooit gaan rechtermuisklikken eigenlijk, zelden of nooit en dan zeggen Edit. Waar zit? Ik weet hem zelfs niet zitten. Edit Original of Edit Width. Dat gebruik ik nooit niet. Gewoon Alt dubbelklik, bam, en die gaat open in Photoshop omdat dat een Photoshop-document is. Met Illustrator-logo's, idem, alt-dubbelklik, bam, en dat gaat open in Illustrator. Nu, um, ja, dat is iets minder snel als je met JPEGs en PNG's gaat werken. Je kunt die wel in Photoshop laten opengaan, maar als je er dan bewerkingen op doet en je zit met layers in je Photoshop-file, dan gaat Photoshop vragen, slaat dat op als een PSD? In design denk nog altijd, dat het een JPEG of een PNG dat hier staat, dus die gaan niet automatisch gaan relinken. En dan moet dat allemaal nog gaan aanpassen. Daarom dat ik graag native en standaard van in het begin met PSD's en Illustrators werk. Dat is veel sneller eigenlijk. Goed. Ik ga naar deze spread gaan en zoals dat je kunt zien op de rechterpagina, Next Level Styling, staat daar zo naast de pagina een blokje tekst. Box header, box body, hop, en dan een aantal dingetjes daar. Nu, om al het wow-effect eventjes te laten zien en waar, dat we, naartoe gaat, waar dat we naartoe gaan, dat is een stukje tekst dat ik als een call-out in mijn layout wil gaan verwerken. Ik wil daar een achtergrondkleur aan geven, bijvoorbeeld. Ik wil die een tekst gaan stylen, natuurlijk, en... Ik weet nu al in mijn situatie dat is iets dat nog meer in mijn brochure bijvoorbeeld kan voorkomen. Zo boxtekst noem ik dat, dat ergens in een call-out moet gaan staan. Nu oké, okay, dat is wat werk. Hè. Daar een kleur aan geven, door mijn tekstframe options gaan voor inset spacing te bepalen enzovoort enzoverder. Als ik dat 10, 20 keer in mijn document moet doen, is veel werk. Dus ik heb een object style hier staan. Waar dat we zien staan, boxtekst, ik klik daarop, bam, dat wordt allemaal gestyled, die achtergrondkleur wordt eraan gegeven, en zoals dat je kon zien, wordt dat ding zelfs op een bepaalde plaats gezet in één keer, waar dat ik het wil hebben. Ik heb dat hier ook op mijn volgende pagina, daar staat weer zo'n blokje, klik die stijl aan, hop, er zit ook text wrap op zoals dat je kunt zien, in Design Magic. Hoe gebeurt dat hier nu allemaal met ene klik in ene keer plots? Wel. Dat gaan we nu een keer gaan bekijken. En ik ga dat eigenlijk redelijk op tempo gaan doen. Nu ik weet in deze file is alles voorzien. Want voor die tekst te stylen, voor dat kader te stylen zijn er een pak instellingen die moeten gebeuren. Maar ik ga dat met jullie gewoon een keer vanaf nul gaan doen. Dus ik ga het misschien niet zo ja, doorgedreven doen als de stijlen die ik voorzien heb, maar we gaan daar wel een keer aan gaan werken. Dus, waar ga ik mee beginnen? Ik ga beginnen met mijn Paragraph styles. Nu, ik ben een designer um, en een DTP'er. Het is nu niet dat ik zo hardcore direct in stijlpanelen ga gaan duiken en stijlsettings. settings. Nee, ik geef ook graag op het zicht of visueel vorm. Dus ik ga eigenlijk hier gewoon gaan induiken op En ik ga die paragraph gaan selecteren. Ik ga er een bepaald lettertype op gaan zetten, een box header. Ik ga er al een kleurtje voor gaan kiezen. Hop, die mag wel nog een pakje groter. Laten we zeggen dat ik die 21-punt wil hebben. Voor die bodies ga ik hier een keer kijken. Wat is er een mooie? Dat kan gebruiken. Oké, okay, ik ga voor de accumin gaan en voor de Light. Oké, okay. acumin light. Die mag 9 punt zijn. En ook die ga ik in het wit zetten, want ik ga straks een gekleurde achtergrond. En dan eigenlijk hier, dat mag ook acumin zijn. Hop, dus ik had dat beter onmiddellijk in één keer geselecteerd. accumin pro. En dan heb ik de light nodig. Acumin Pro light. Voilà, daar is hij. Ik zal het 10-punt maken en wit. Oké. Okay. Ik zal daar wel op gaan inzoomen. Voor deze dingetjes hier ga ik daar ook nog bullets en numbering op activeren. En een klein tipje hier. Zoals je ziet, die bullets en numbering dat heeft altijd zijn default indent dat hij meekrijgt. Um, je weet dat je dat kunt aanpassen natuurlijk. Nu de snelste weg naar je opties voor bullets en numbering. Dat is simpelweg de optietoets of de alt toets ingedrukt houden en op dat kleine icoontje bovenaan klikken. Hop, en dan komt bullets en numbering opties tevoorschijn. Je kunt dat en je moogt dat ook hier gaan zoeken. Bullets en numbering. Dat zijn zo van die dingen die ik eigenlijk zelden... Uh... Zelden weet zitten, omdat ik ze daar nooit ga zoeken in de menu's. En ik gebruik al jaren en dag Alt. Dus gewoon hier op Alt klikken. En zo is dat met heel veel opties hier bovenaan, mensen. Ook die shading bijvoorbeeld. Alt klik, hop, je krijgt borders en shading. Ik um, kan dat straks ook met Text Wrap Paneel tonen. Dus ik ga die al wat gaan modifieren. En ik ga die indent Left Indent op 3-3 gaan zetten. Even de preview activeren. En dat lijkt mij wel prima. Misschien wil ik hier ook nog een beetje space after. En achter mijn titel wil ik ook nog wat space after. Oké, okay, goed. Styling, done. Nu wil ik daar graag op snel tempo paragraph styles van gaan maken. En Ik ga eerst de manuele methode nog een keer tonen, hoe dat ik dat doe via mijn paragraph styles paneel. Hier komt ook mijn, uh, mijn autistisch kantje eventjes naar boven, of mijn OCD en de DTP erin mij. Ik ga de stijlen in omgekeerde volgorde gaan maken. Nu heb je hebt dat waarschijnlijk wel al meegemaakt, moest ik hier beginnen met box header. Dan gaat hij hier bovenaan box header zetten, dan box body, dan hub, maar dan staan die in omgekeerde volgorde. En ik heb graag mijn stijl in order of appearance, hoe die voorkomen in de tekst: hè. heading bovenaan en dan subheading en dan body. In die volgorde wil ik dat. Dus als ik ze omgekeerd aanmaak, dan gaan ze ook direct in de juiste volgorde staan in mijn paragraph style paneel. Nu, hoe maak ik een stijl aan? Je kunt hier gewoon op dat plusje klikken, dat weet iedereen. En dan komt er een nieuwe stijl aan, een named style. Dan moet je daarop dubbel klikken, je moet die een naam gaan geven, enzovoort, enzovoort. Er zijn ook mensen die via het menu gaan, new paragraph style. Nu De mensen die dat via het menu doen, die weten dat als je daarop klikt, dan krijg je onmiddellijk je new paragraph style options te zien. Wel, ik ga je een klik besparen. Ik zet mijn cursor in de tekst. En ik option klik, ik denk dat ik ook veel InDesign gebruikers, Nadia, zijn autistisch. <laughs> Goed, of DTP'ers toch? Nu kijk, ik ga dat een klikje besparen voor jullie. Ik ga de optietoets of de altoetsing gedrukt houden, terwijl ik hier op het nieuw stijl-icoontje klik. En dan krijg je ook onmiddellijk je paragraph -style paneel te zien. Ik noem dat hier A Box Bullets. Even zien, oké. Okay. Box bullets. Twee ga ik dat noemen, want ik zit hier al mijn stijlen met je naam. Nu, dat kan geen kwaad. En omdat we nu de rechtstreekse weg of de directe weg hebben gevolgd, ga ik hier zeggen: Apply style to selection. Dan wordt je stijl ook onmiddellijk toegepast op de tekst waar dan mijn cursor in staat. Deze dus. Goed, klik nu oké. OK. Voilà, je ziet hier een box Bullets 2 staat hier al in. Deze hebben dat nog niet. Maar dat is geen probleem. Die hebben nog altijd no style. Maar dat ga ik nu even negeren. Dat is nog niet belangrijk. Ik ga mijn cursor nu in body zetten. Ik ga ook daarop klikken. En dan noem ik dat hier een box Body 2. En omdat mijn box Bullets al bestaat nu, kan ik ook direct zeggen next style box bullets 2, want ik ga de next style functie ook gebruiken in mijn paragraph styles, zodat die automatisch gaan schakelen. Goed, dus ik kan nu al zeggen, next style box bullets 2, oké, okay. en dan nog eentje, box header, hop, ik noem die box header 2, en ook hier ga ik zeggen, next style is a body, dus die volgt na box header en ik klik opnieuw op oké. Okay. Goed. Super. Voilà, dat is het voor mijn stijlen. Um, ik hoop dat dat ook wel nuttige tipjes waren. Hè. Dus dat alt klikken op dat nieuw icoontje. Dan krijg je direct je stijlopties te zien. Gewoon naam kan aangeven. Zorgen dat Apply Style to Selection aanstaat. En dan gewoon knal, dan is dat toegepast en direct benoemd. Quick and easy. Nu ga ik nog even mij ontfermen over de styling van de box. Ook dat ga ik manueel gaan doen, initieel. Um, en nadien pas een object style maken. Nu, ik weet object styles, wie gebruikt dat wel een keer, de object styles in InDesign? In mijn opleidingen merk ik dat dat minder gebruikt wordt. Ik zie hier toch een aantal. Yep, 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 nee. Oké. Okay. Goed, goed, goed. Nee, dat zijn zo ja, de, de weeskindjes onder de stijlpanelen, onder de stijl, zeg ik vaak. Maar uh, je hebt hier al denk ik een, een krachtige toepassing gezien met mijn voorbeeld om zo'n box in one click te gaan stylen natuurlijk. Hè. Goed, nu, volgende stap: styling van de box. Ik ga hier al gaan zeggen dat ik daar deze keer een blauwe achtergrond in wil. Dit is een uh, typografische doodzonde. Mijn een tekst loopt tot tegen de rand van dat vlak. Dat is niet netjes. Dus ik ga daar inset spacing op gaan zetten op mijn kader. Nu inset spacing dat vinden we in de tekstframe options. Um, heel wat mensen doen commando B, dan komt in de tekstframe options. Of we rechtermuis klikken tekstframe options. Of we gaan naar object text frame options. Of we doen dat zoals mij alt dubbelklik op je tekstkader, bam, text frame options. Dus die een al dubbelklik bij PSD's gaat openen in Photoshop. Al dubbelklik op een tekstkader is text frame options openen. <coughs> Pardon, we noemen de alt-toets wel een keer de uh, make-everything-better-key in InDesign. Dus, uh, en dat klopt wel ergens. Goed. Dus in Text Frame Options, ik ga de preview inschakelen, daar wil ik heel graag wat inset spacing. Ik denk dat 3 mm wel voldoende is voorlopig. Um, en daar gaan we mee beginnen. Ik ga even op OK klikken. Ik ga hier nog een gedrag laten zien. Ik ga zorgen dat mijn tekstkader te klein is, dat ik overzet tekst heb. Goed, dan duik ik even terug in Text Frame Options. En dan kan ik jullie die autosize optie even laten zien. Autosizing gaat ervoor zorgen dat je tekstkader automatisch zal groeien met de inhoud van het tekstkader. Dus die gaat toeklappen bij minder tekst en uitklappen bij meer tekst. En we kunnen dat gedrag een beetje gaan bepalen in welke richtingen hij dat, dat mag doen. In ons geval wil ik dat dat enkel in de hoogte gebeurt. Dus dan kan ik ervoor zorgen dat ik een vaste breedte voor mezelf kan bepalen, maar de hoogte gaat die zelf gaan aanpassen voor mij, maar de breedte is wat ik wil. Ik kan ook zeggen van, uh, vanuit welk referentiepunt dat dat moet gebeuren, maar ik moet dat van boven naar onder groeien of van onder naar boven. Ter illustratie, ik ga dat gewoon eventjes van onder naar boven zetten. Hop. En als ik nu dus, ik ga even hier uh, een beetje scrollen. Je ziet, als ik nu gewoon tekst zou bijcreëren in het kader, dan groeit het kader van onder naar boven toe. Dus je kunt dat heel bewust instellen voor boxes die onderaan de pagina staan, die bovenaan de pagina staan, en dan groeit krimpt dat in die richting mee. Center van de pagina in twee richtingen mee gaan groeien. Voilà. Een uh, boxje dat uh, u helpt bij het plaatsen van tekst. Dus niet onbelangrijk, hè mensen? Um, Inset spacing staat nu ingesteld, auto size staat ingesteld. En in dit geval moet die wel vanuit de hoogte in mijn situatie uh, gebeuren. En dan klik ik oké. Okay. Voilà, goed. Dus ik heb mijn styling eigenlijk bepaald. Ik ga die hier ook al eventjes een keer gaan positioneren op de pagina waar dat ik eigenlijk wil dat die boxes altijd. Komen. En dan zie je dat ik hier wel nog met een, uh, een probleem zit. Dat is die inset hier. Uh, of eigenlijk dat mijn tekst tot over de rand van de pagina hier dreigt te lopen. That's no good. Hè? Dus ik ga terug in mijn tekstframe opties. En ik ga gewoon de insetspacing aan de rechterkant gaan opdrijven. Zodat die gelijk valt met mijn marge hier. Van de pagina. Netjes. En je hebt ook gezien. Hij groeit weer mee. Nu die ligt hier natuurlijk hard, knalhard over die een tekst. Dus ik wil mijn tekstwrap aanpassen. Nu ook hier bij de tekstwrap, deze knopjes. Als je daarop alt klikt, dan gaat het tekstrap paneel open. En in dit geval wil ik gewoon tekst omlopen. En ik geef daarvoor het gemak ook 5 mm aan mee zodat dat eigenlijk overeenkomt met um, de marges die ik hier hanteer in het document of dacht te hanteren. Oei, is dat plots op 7? 5 moet dat zijn, vriend. Voilà, 5 mm en dan gaat dat netjes afstand. Goed, je ziet, dat is eigenlijk al heel wat werk in mensen voor zo'n kadertje te gaan vormgeven. Um, we moeten die inset spacings gaan instellen, blauwe achtergrond aangeven. Um, ja, dat is. Oei, voor zo heel wazig in één keer. Um, dat is heel wat werk, natuurlijk. Zou toch niet leuk zijn dat we dat veel sneller kunnen doen. Wel, say hello to object styles. Want eigenlijk alle functies die ik hier nu al heb aangeklikt. De tekstframe options, de styling van mijn kader en dergelijke. Dat zit allemaal vervat in een object-style. Nu, ik heb het eerst allemaal manueel gedaan, maar net als bij paragraph-styles, stop, net als bij paragraph-styles, als ik hier nu een nieuwe stijl aanmaak, en ik ga deze sidebox noemen, ik ga hier ook zeggen, Apply Style to Selection ga je zien dat al die opties hier al in opgeslorpt werden. Dus bij Text Frame General Options vind ik mijn Inset Spacing. Ik heb hier ook die Auto Size optie. Ik heb hier de Text Wrap optie. Al die zaken worden in een object style opgeslaan voor mij. En de styling uiteraard, dat is hier bovenaan. Fill, Stroke, allemaal te bepalen via je object style. Nu, ik weet als je dit venstertje open doet, dat is, uh, oef, dat is even veel... Hè omdat um, daar zodanig veel in vervat zit natuurlijk. Nu eentje dat hij nooit aanzet, standaard. En dat is een belangrijke in dit geval. Dat is Paragraph Styles. Dus ik ga hier eventjes op het woord Paragraph Styles klikken. Hij is al slim genoeg om te detecteren dat de eerste styling die voorkomt in het kader de box header 2 is. Hop. En dan ga ik nog zeggen, ik had met die next style functie gewerkt. Ik ga ook zeggen, apply next style. Voilà. Goed. Nu dingen die ik uh, achteraf nog moet gaan bepalen. En dat is een optie die nog maar een jaar of drie, vier geleden er is bijgekomen. De size and position. Dat vind ik echt een van de coolste object-style-opties. We kunnen nu via een object-style afmeting en positie van een object gaan bepalen. Denk dan. Logo's, iconen, you name it, dat je eigenlijk met een object-style kunt zeggen. Jij moet daar staan, jij moet daar staan. Een ander voorbeeld zijn beeldkaders, bijvoorbeeld, of afbeeldingen. Als je in een lange layout eigenlijk altijd zo wilt gaan werken op. Afbeeldingen van twee kolommen breed, of één kolom breed, of drie kolommen breed. Wel, je kunt die afmetingen gewoon keihard in een object style stoppen en dan heb je daar uh, een object style staan, drie afbeeldingen, twee afbeeldingen, één koloms je moet dan niet meer manueel gaan zitten aan Foefel, je kunt dat gewoon klik, klik, klik hop, en dat wordt toegepast. Dus uh, super fast. Ik ga hier zeggen: oké, okay, uh, Size and position. Ga ik enkel de width laten bepalen. Wat als je een afmeting in de object style steekt, maar het kader mee laat groeien. Wel, uh, ja, dat is inderdaad conflicterend. En Lussen, daar kom ik nu eigenlijk onmiddellijk op toe. Dus in deze object style bij size en position. Ik weet, mijn autosize staat verticaal ingesteld in de hoogte groeien maar mijn breedte niet. Dus mijn breedte ga ik hier instellen, width only. En dat staat correct ingesteld, want hij heeft dit gemeten. Dat zie ik hier bovenaan. Die position ga ik ook nog instellen. Dus ja, zorgen dat je geen conflicten gaat gaan creëren. Nu, die autosize kan niet overruled worden. Maar de, de dingen, de size hier... De absolute size wel. En dat ga ik u zo dadelijk ook laten zien dat dat overruled kan worden. Dus, uh, nu nog de positioning. Positioning ga ik zeggen: oké, okay. Xi, en ik ga mijn reference point rechtsboven zetten, dat is dit punt. En ik weet: dit punt op mijn A4-pagina, ik heb een bleed van 5 mm, dat is 215. Dus ik doe nu een offset, even met een preview aan. Voilà, ik doe een offset van 215. Vanaf de linkerkant van de pagina is dat. En dan mijn i-offset, ik kan die ook gaan bepalen. Wil ik hier bijvoorbeeld zeggen, kijk, ik wil dat op een derde van de hoogte, ongeveer, ik weet het, dat is 99 mm. Maar ik ga zeggen op 90 mm. Right, cool. Voilà. Daar is uw object style. Kunt u dan gerust op de volgende pagina een keer proberen. Sidebox, bam, of u een magentaalsje die daar snel op wilt toepassen. En tekst, vormgeving, wordt allemaal in één klik eigenlijk gestyled. 425 vraagt Kayo. 425... Dat is misschien uh, in plaats van 215. Dat hangt er vanaf waar dat je een nulpunt zet in je document. Maar um, ja. ja, inderdaad, je kijkt naar pagina in plaats van spread. Wel, beter gezegd, die positioning in een object object-style kijkt ook standaard naar pagina in plaats van spread. Hoewel dat in ons InDesign document het nulpunt altijd linksboven op de spread staat. Dat is wel iets dat je kunt aanpassen als je dat wilt. Waar dat die het nulpunt oriënteert natuurlijk. Maar uh, ja, het is al gewoonte bij mij dat ik page-based mijn nulpunt werk. Eigenlijk uh, in mijn hoofd voor die object style. Okay. Goed, maar dus dat is mij eigenlijk veel werk bespaard, zie je mensen. Voor uh, al die styling te gaan uitvoeren op zo'n één klein kadertje. En dan kan ik dat heel snel gaan, uh, gaan doorvoeren. Nu, je ziet hier, ik heb mijn sidebox. Zoals dat ik zei, die breedte dat kan nog altijd overruled worden. AutoSize niet. Dat is altijd zo'n grappige. Als je zo kader probeert open te trekken met AutoSize in dit geval, dan klapt die een automatisch toe terug. Maar de breedte, die kun je perfect nog gaan bepalen. En je ziet ook bij je object style dat je een override krijgt. Want je object style zegt 77 mm. Maar iemand heeft eraan gevoefeld en de kader manueel breder gemaakt. Dus die kan ook gecleared worden. Bam. En dan springt die terug naar hier. Groot voordeel daarbij ook. Ik ga ze proberen alle twee open te zetten. Stel dat ik nu beslis: van ik wil al die kaders hier bovenaan. Je ziet dat ik hier onderaan ook één nep met die object style. Ik zit nu met een plusje. Ik ga zeggen: oké, okay, redefine. Boom, en die springt ook op pagina 2 mee naar boven. Net zoals dat je dat bij paragraph styles en redefining hebt, eigenlijk. Dus, ja, ik word daar warm van, van die functie en van object styles, gemerkt dan misschien wel. Dus, uh, ja, ik vind dat echt heel, heel krachtige tools eigenlijk om, uh, om mee te gaan werken. Goed, ik heb hier al een alarm gekregen. Ik moet hier even letten op de tijd. Wat you cut in hier? Hoeveel tijd heb ik nog? Hoeveel heb je nog te vertellen, Miguel? <laughs> dus, Ongetwijfeld. Hoeveel dagen me. hebben jullie? Hoeveel ja. dagen hebben jullie? Nee, nee is goed. Zal je nog zeker wou uh, meegeven ook. Oh ja, maar uh, het primary text frame uh, heb ik hier eigenlijk nog op mijn programma staan. Mm -hmm. um, maar dat gaat misschien ietsje te veel werk zijn, denk ik. Nu, ik ga toch eventjes meegeven op de paar minuten dat ik nog heb het primary text frame. Het is een van die functies. Ze bestaat al sinds CSS, maar er zijn weinig mensen die daarmee werken. Nu, Er zijn ook niet veel mensen die noodzakelijk uh, vaak lange documenten gaan maken. En dit is echt een long document feature. Zijn er uh, mensen die, die weten waarover ik het heb als ik zeg primary text frame? Oké, okay, ja, nee, nee, nee. Oké, okay, goed, ja, zegt Lusse. Oké, okay, prima, goed. Nu, ik ga je daar. Er zit al een toepassing van in dit document. Even laten piepen. Maar ik ga het heel eventjes in een ander documentje neerstonen. Dus ik maak een nieuw document aan. Ik ga in dit geval voor een A5 gaan. Dat ik een uh, ietsje kleiner, want mijn tekststak heb voorzien. Is niet zo gigantisch lang. En Primary Text Frame, dat is die optie die wij hier zien als we nieuwe documenten aanmaken. Ik ga die aanzetten. Uh, heb ik kolommen nodig? Nee, ik ga niet met kolommen werken, gewoon clean en simpel. Goed, wat is het gevolg van het activeren van primary text frame? Op pagina 1 in uw document staat er nu al een tekstkader. Standaard is dat niet zo zonder primary, maar met primary text frame is dat aanwezig. Ik heb hier ook op mijn parent page, of master page, heb ik hier twee kaders al klaarstaan. Idem met primary. En die zijn ook verbonden met elkaar. Nu, je weet dat dat primary textframes zijn als dit icoontje geactiveerd is met die pijl daarin. Goed, nu, wat doet dat ding eigenlijk? Ik ga naar mijn pagina 1, ik zet mijn cursor daar in de tekst en ik ga plaatsen. En ik heb voor jullie, hop, in input, copy, een documentje staan, typografie. En ik ga dat daar gewoon keihard in droppen. Nu, omdat dat een langer document is. Ik ga even skippen. Ik negeer Missing fonts, Ga je zien dat hij automatisch pagina's begint aan te maken al. Dus dat is al één ding dat Primary Text Frame doet. Maar. De topfunctie van Primary Text Frame is de volgende. En ik raad u aan van dit eventjes goed te volgen hoe dat ik dat eigenlijk doe. Ik ga een nieuwe parent-page aanmaken. Hop, en ik ga hier even zo doen. Ik ga daar cirkelvormige kaders opzetten even. Ik ga cirkelvormige tekstframes maken. Nu omvormen naar tekstframe. kan er gewoon met een type tool een keer in klikken. Boom, en dat is een tekstframe geworden. Ik ga er zo ook eentje op de rechterpagina zetten nu. En ik ga de twee met elkaar verbinden. Dus die zijn nu verbonden met elkaar. Goed, nu hier zien we ook zo'n icoontje staan, maar dat heeft nog niet die pijl, Omdat dat nog een default tekstframe is. Nu, je weet met tekstframes, en vroeger ook, als je zo die master tekstframe aanzette, ik ga het even tonen op deze pagina, sleep ik daar die een B parent op. Ja, grappig. Dan zie je dat daar in de achtergrond dat kader is verschenen. Wil ik dat daar door laten lopen, dan moet ik dat loskoppelen, dan moet ik mijn verbinding van hier naar daar gaan maken, enzovoort, enzovoort. Dat is heel wat werk. Nu, check this out, want ik vond dat echt een van de beste vernieuwingen in jaren. Als ik hier zeg dat dat een primary text frame is, dan kan InDesign al dat werk voor u doen. Ik sleep je master gewoon op die pagina en het doet al dat herconnecteren voor u. Dus een aanwezige primary text frame wordt vervangen door de primary text frame die aanwezig is op de parent Page hier. En op die manier, ik heb dat al heel vaak kunnen gebruiken in lange documenten, brochures voor titelpagina's en dergelijke, om dat heel snel te kunnen laten herlopen door die kaders. En dat kan ik hier wel een keer laten zien in dit documentje. Dus ik heb hier een nieuwe pagina nodig. Voilà, ik ga gewoon een nieuwe aanmaken hieronder. En ik ga dat ook al eventjes meegeven. Die heeft a Parent op zich. Toegepast. Kan ik hier zien? Apparent. Ik ga hier die tekst ook indroppen. En hier heb ik wel nog wat meer opties te tonen. Dus ik doe die in typografie.docx. Dat is een Word bestand dat netjes gestyled is. Ik shift-klik op open, waardoor dat ik eenmalig mijn import options te zien krijg. En ik heb al stijlen voorzien in dit document voor die tekst op te maken. En er zijn ook stijlen van Word aanwezig in die tekst. Dus wat ga ik doen? Ik ga zeggen: oké, okay, de stijl normal van Word. Dan moet de stijl article body worden. De heading 1, dat is de titel van het document. Dan moet article title worden. En heading 2, dat zijn die subheaders. Dan moet article subhead worden. Laat ze maar. Op, skip. Geen enkel probleem. Goed, nu ik zie dat ik hier onmiddellijk overzet tekst krijg. Waarom is dat? Omdat deze tekst veel te groot is voor mijn drie koloms. Maar ik heb blind vertrouwen in InDesign. Ik ga ook al uh, daar een keer mijn B-title pages opgooien. En dan zie je dat hij in één keer gedraaid staat. Hij begint door te vloeien. En hij maakt hier gewoon meerdere pagina's nu aan. Nu hier gaat hij wel verder in de fouten, maar geen enkel probleem. Gewoon erop droppen en je past dat ook weer aan. Zie je hoe snel dat, dat gaat met die primary text frames? Nu, mijn stijlen zitten daar correct op. Ik kan gewoon al mijn overrides nu clearen. Hop, dan wordt dat al netjes gezet. En dan heb ik hier nog één probleempje, dat is dat er hier nog een stuk tekst hierin loopt. En daarvoor ga ik de keep-options gebruiken, commando Alt-K. En ik ga zeggen tegen die Alinea dat die in de volgende kolom moet starten. En dan pusht die automatisch door. Voilà. Goed. Dus dat is uh, nog heel snel een toepassing van primary text frames eigenlijk in InDesign. In maar uh, ja, ik vind dat echt een geweldige optie om mee te werken, waar dat heel veel tijdswinst in zit. Het vraagt wel wat oefening om daarmee aan de slag te gaan. Als je dat nog nooit gebruikt hebt, je gaat in de war zijn in het begin, je gaat er misschien het nut nog niet van inzien. Maar uh, probeer dit een aantal keer te hercreëren. En vanaf dat je die klik maakt in je hoofd van. Wauw, mijn masters kan ik hier nu als template voor de layout beginnen gebruiken van mijn pagina's, effectief. En je kunt die mijn enorme snelheid toepassen ook op die pagina's. Dan, uh, dan hoop ik dat je daar even, uh, even enthousiast over wordt als dat ik zelf daarover hoor, eigenlijk, over die functie. Goed. Ik, uh, daarmee heb ik mijn stukje over primaries nog kunnen uh, meegeven. Ik weet niet of er nog vragen zijn uh, vanuit de chat. Of dat alles duidelijk is. Uh, tja, elke keer zeg ik, uh, Michael, dat je nog een uur kan doorbabbelen over uh, alle software uh, in Adobe. Hè? Maar we moeten echt afsluiten nu ook. Nu ja. uh, dus zijn we helaas aan het einde gekomen. Uh, maar ik denk dat jij mij en alle aanwezigen weer enorm hebt voorzien van tal van nuttige tips om te werken als een Draag. pro in de Adobe-programma's. Bedankt hiervoor. Uh, het was best veel info in de 90 minuten. Ik kan nu alles even rustig laten bezinken. En morgen, zoals gezegd, van je uh, de mail met de link naar de video. Kan je alles uh, rustig terug bekijken op je eigen tempo. Ook alle voorgaande masterclasses, want ik geloof dat die de achtste is uh, in rij. Uh, alle masterclasses van het afgelopen jaar uh, zijn ook opgenomen en kan je ook opnieuw bekijken. Die vind je terug op de website printiel.be onder blogs of op het YouTube-kanaal van Printiel, Dat is ook makkelijk terug te vinden. Mochten jullie zelf nog uh, vragen hebben over deze sessie of feedback willen geven, vragen hebben over drukwerk of, of in het algemeen over Printiel of zo, of, of eender wat, met drukwerk te maken heeft, dan uh, kan je altijd een mailtje sturen naar het e-mailadres marketing@printiel.be en dan zal ik jullie zelf zo snel mogelijk proberen te antwoorden. Uh, Jullie aanwezigen wil ik ook uiteraard bedanken voor jullie aanwezigheid en al jullie feedback en vragen in de chat. En dan moet ik hiermee het einde afsluiten. Uh, dat was het voor vandaag. Geniet allemaal nog van die mooie dag buiten. En ik zie jullie graag terug yes. op een uh, volgende masterclass. Tot ziens. Right. Keep it cool. <laughs> Thanks.